Binnenkort gaan de parkeertarieven hier in het centrum omlaag. Wat vindt u ervan? Oh, fantastisch. Daar ben ik altijd blij mee. Gaat u vaak met de auto? Nee, want wij komen niet uit Ede. Dus we zijn nu voor het eerst hier aan het winkelen. Met de auto? Met de auto. Ja. Wat vindt u van het parkeertarief hier? Nou, we hebben eigenlijk niet gekeken. Nou, dat weten we eigenlijk nog niet. Nee, we hebben gewoon neergezet. Ik heb parkeervergunning. Dus u betaalt sowieso niet? Helemaal niet. Ja, een jaar, hè. Verder niet. Dus. Gaat u ook al met de auto naar het centrum? Nee, ik woon hier. Dus ga lekker lopen, alles lopen. Prima, hè. Gaat u vaak met de auto naar het centrum? Ja. En wat vindt u van de huidige tarieven? Ik vind ze op zich wel redelijk, moet ik zeggen. Ja, voordelig, gunstig. Komt u als met de auto naar het centrum? Eigenlijk niet, wij doen alles op de fiets. Dus voor ons maakt het niet zo heel veel uit. Maar... Denkt u wel dat het helpt om meer mensen te trekken? Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker wel. Ik ga regelmatig naar het centrum. En ja, helaas pak ik de auto. Maar dat is gewoon een onoverkomelijkheid waarschijnlijk? Nee hoor, ik kan net zo goed op de fiets gaan. En waarom dan toch de auto? Lekker makkelijk, hè. Het parkeren wordt binnenkort 's avonds gratis in Centrum Ede. Wat vindt u daarvan? Prima. Gaat u daar gebruik van maken? Nee. Waarom niet? Ik pak de fiets wel. Gaat u nooit met de auto naar het centrum? Jawel. Nou, niet hier in Ede. We komen uit Veenendaal. Dus dan, Ik heb geen auto meer. Vanwege het parkeertarieven? Nou, het wordt je sowieso al slecht gemaakt om een auto te bezitten. En dan, als er ook nog hoge parkeertarieven zijn, wordt er waarschijnlijk toch geen gebruik van gemaakt? Er ook geen gebruik van gemaakt. Men wil toch alleen maar eigenlijk naar de elektrische auto's en dat soort geheim meer. Wie kan dat nog betalen dan? Ja, weinig mensen. Heel weinig mensen, ja. En die andere mensen die allemaal met brandstof, andere brandstoffen rijden, die worden zwaarder belast. Dus wat ga je hebben? Als je de centen niet hebt, dan ga je geen auto hebben. En dan is die parkeerplaatsen, heb je toch ook geen ruk aan. Ik heb geen auto. Maar denkt u dat het wel werkt als ze parkeertarieven lager zetten? Het lijkt me goed voor de economie. Hè? Net. De mensen hebben een hekel aan de hoge parkeertarieven. Dus ja, het lijkt me goed voor het centrum, voor de economie. Een keertje een beetje de prijzen naar beneden te krijgen. Moet je kijken wat een leegstand van winkels er is. Gewoon de huurprijs aan zich? Ja. Want meer winkels betekent misschien weer meer publiek? Misschien wel. De auto is melk goed. En daar worden van alle kanten gepakt, de mensen. Nou, maakt mij niet zoveel uit, want ik parkeer hier niet zoveel. Nooit of... Zelden. Maar u vindt inderdaad dat mensen die een auto rijden vaak de dupe zijn? Dat ze van alle kanten geld moeten betalen? Dat vind ik wel. En elk beetje minder zou goed zijn? Precies. Ja. Denkt u dat het helpt als ze de parkeertarief omlaag zetten, dat er meer mensen naar het centrum toekomen? Ik denk het wel, ja. Want daar kijk ik, is meer mensen dicht bij de straat. Nou probeer die mensen aan de buitenkant die auto kwijt te raken. Net als ik. Hartstikke mooi. Ik heb €5 betaald. Dus, Gaat u vaak met de auto naar het centrum? Ik ben hier nog nooit geweest. U bent nieuw hier? Ja, we hebben een caravan op de Veluwe, dus we keken hier even rond. En waar u vandaan komt, hoe is het daar met parkeertarief geregeld? Daar is het €2 per dag. Of tenminste ook €5 in het centrum en bij ons €2 per dag. Dat is ook naar beneden gebracht. Maar het trekt niet veel meer mensen. Het werkt eigenlijk niet? Nee, die mensen zijn al weg, dus die komen niet meer terug. Vroeger was het met een slagboom. En dat vond ik eigenlijk wel wat makkelijker. Nu moet ik van tevoren gaan inschatten wat ik moet gaan betalen. En ik vind ze ook niet handig, de automaat. De automaten worden aangepast? Nou, dat is mooi nieuws. En zou u vaker komen als het wat goedkoper wordt? Of? Als het goedkoper wordt wel, maar anders niet meer. Ik bedoel, dan ga ik kijken of ik elders mijn auto weg kan zetten, want... Ik vind het toch erg omslachtig hoor, dit. En weerhoudt het u dan ook om naar het centrum te komen? Ja, als er alternatieven zijn, ga ik daar naartoe.